Ja, ik zeg nog even iets kort en dan gaan we heel kort een kleine pauze doen. Maar ik vind het zo mooi, die twee beelden van dat strijd. Want je hebt dus dat, wat Frans zegt, je hebt je ziel. En je ziel is wat ik, is mijn verstand, mijn wil en mijn emoties. Dus wat ik wil, wat ik voel, wat ik denk. Hè? En dat doe je niet. En als je dus leeft naar wat ik wil, dan leef je ook in zijn geheel vanuit de vlees. Om dat even die verband te leggen. Maar dan kom je met de strijd, wat wil God? En God komt dan door, zoals Frans zegt, dat zijn geest door zijn woord. En daarom is het dat jij tijdens een preek of tijdens een studie, het is heel belangrijk om ik wil ook altijd dat mensen echt samen met de Bijbel gaan lezen. Want jij leest dat woord en dat woord dat Frans al zei, die logos, is niet dat gesproken woord, maar is het geschreven woord. En soms dan lees je een tekst en dat raakt je hart aan. En die persoon gaat misschien verder op die thema, maar die woord heeft tot jou gesproken. En dat is wat dan gebeurt. Dus het is een wonderlijke proces. He, want jouw geest en jouw ziel, dus nou, als ik wederom geboren ben, nou is dat natuurlijk. Mijn verstand, mijn wil, mijn emoties en mijn geest. Want het is alles een beetje zo in elkaar verweven. Nou, we zijn niet gespleten persoonlijkheden. Oh, nu reageer ik uit mijn wil. Nu reageer ik uit mijn verstand. Nu reageer ik uit... Je kan het heel moeilijk uit elkaar trekken. Daarom is het ook niet iets... Ik denk ook niet dat het iets is wat wij zelf voortdurend moeten proberen. Maar je moet het gewoon overlaten aan Gods geest. Want Gods geest is in staat om jou en mij te laten zien... Dit wat je nou doet, komt uit jezelf. Kom uit jezelf. Dit is niet van mij. Dit zijn gedachten die niet van mij zijn. En daarom heb je zo moeite. Daarom heb je die onrust. En als je dan weer mag weten wat God over die zegt, dan komt daar die heerlijke rust en die heerlijke vrede. Je weet gewoon, maar dit is het juiste. Ja? Wil je nog wat vragen? Wordt dan als een woord uit een logos je aanspreekt, wordt het dan rema? Of kun je dat zo niet zeggen? Ja, je kan het eigenlijk zo wel zeggen, ja. Heel vaak. Maar, ja. Maar het is heel belangrijk om te beseffen dat Gods, de hele geschreven woord van God is een krachtig leven. Tweesnijdend zwaar. Ik hoop dat u een Bijbelplan heeft. Wie van u heeft een Bijbelplan? Ja, om door de hele Bijbel te lezen. Ja, mooi zo. Ik zie het soms 10% van u. De rest niet, hè? Je weet, wat ga je doen als je in de hemel komt? Dan komt een man op je afgelopen en hij zegt, hoi, ik ben Zacharia. Heb je mijn boek gelezen? Oeh, achterop komen Malachi en Habakkuk. En oeh, mannen waren zo druk.